Want ik heb hier namelijk een Herman Krikaprijs in mijn, op het spreekgestoel te liggen. En die is voor Joka van Dijk Schut. Dus dan moeten we maar applaus geven terwijl ze er is. En weer een Herman Krikaprijs, de 14e. Hoe is het om die te mogen uitreiken? Nou, ik vind dat een hele eer om hem te mogen uitreiken. Want je hebt natuurlijk heel veel kunstenaars hier in Almelo. En dan is het heel erg mooi dat een van die kunstenaars zich toch een beetje onderscheidt van de rest en dan de prijs krijgt. En het geeft ook wel aan hoeveel kwaliteit we in Almelo hebben. Want ook dit werk van Joker is gewoon heel erg mooi om te zien. En ja, ik ben er trots op. Ik vind het leuk dat ik dat mag doen. Ja, helaas was ze zelf niet aanwezig, maar dat komt helemaal goed, denk ik, hè? Ja, we gaan samen met Hilde ga ik naar Joker toe om toch die prijs te overhandigen. Want het is niet iets wat je op moet sturen, maar dan doe je ook de prijs weer tekort. Dus ik vond het heel jammer dat ze er niet was, maar we gaan het herstellen. Wat komt er zoal bij kijken om deze hele prijs te regelen? Ja, mensen benaderen en ze warm maken dat ze mee gaan doen. Want het is gewoon een ontzettende leuke tentoonstelling. En vorig jaar kon het inderdaad niet doorgaan, omdat we dan met de corona ineens de boel hier dicht ging. Dus toen heb ik Stantepé allemaal foto's gemaakt van de kunstwerken. En toen hebben we een filmpje gemaakt en dat is zo goed bevallen, dat doen we dit jaar weer. Dus jullie hebben weer een filmpje gemaakt? Er is, ja. En ja, heb je zelf nog een klein beetje invloed gehad op de jury? De jury zoek ik zelf uit. En ik zorg altijd dat ze verschillende disciplines hebben. Dus niet bijvoorbeeld 3 keramisten of 3 kunstschilders. Ik wil gewoon steeds een andere discipline erbij hebben. Dus dan 3 verschillend. En die kijken ook alle 3 op hun manier naar een schilderij. Of een ruimtelijk werk. Ja, je hebt en dat werkt het beste. En je hebt ook heel bewust gekozen voor mensen die niet uit Almelo komen? Ja, dat ook. Want anders kan het belangenverstrengeling worden. Dus dat doen we dan niet. Maar het is je weer gelukt, hè? Ja, en het is weer een hele leuke tentoonstelling geworden. En als je nu naar het winnende werk kijkt, kun je je daarbij vinden? Jawel, ja. Het is een verhaal wat je ziet. En iedereen die ernaar kijkt, kan zijn eigen verhaal ervan maken.